Hallo allemaal en welkom terug op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie, zoals jullie aan de titel waarschijnlijk al wel kunnen zien, mijn dagelijkse make-up routine. Ik kan me gewoon al niet meer herinneren wanneer ik dat gedaan heb. En er is toch al wel het een en ander veranderd. Ik denk dat de basics qua technieken en zo wel hetzelfde zijn gebleven voor mij. Maar de producten die ik gebruik zijn toch wel grotendeels gewisseld. Dus het leek me toch wel eens leuk om een update te gaan doen van mijn dagelijkse make-up routine. En daarbij ga ik jullie ook laten zien hoe ik een quick fix heb voor mijn wenkbrauwen en hoe ik die tegenwoordig netjes onderhoud. Oké, ik begin uiteraard elke ochtend met een naakt gezicht. Maar voor ik ga laten zien hoe ik mijn make-up doe elke dag, leek het me wel leuk om te laten zien hoe ik mijn wenkbrauwen ook doe. Daarvoor gebruik ik dit leuke apparaatje. Dat is namelijk de Veet Sensitive Precision Beauty Styler. Die ziet er zo uit. Het is eigenlijk een heel leuk apparaatje met verschillende kopstukken waarmee je je wenkbrauwen kan doen. Bijvoorbeeld ook extra haartjes kan weghalen op andere plekken van je gezicht, maar ook bij je intieme zone. Dus je krijgt er verschillende kopstukken bij. Dit is specifiek het kopstuk voor de wenkbrauwen. Dus een groter zijkantje, groter mesje aan en een korter mesje. Dus het grotere mesje kan je bijvoorbeeld in het midden doen, het kleine mesje meer voor onderaan en bovenaan. Het kopje kan je ook kantelen, dus te zien welke kant dat je bezig bent of welke kant van het apparaatje van het kopstuk dat je gebruikt. Dus dat is eigenlijk het kopstuk, het voornaamste kopstuk voor de wenkbrauwen. Voor het opzetstukje van de wenkbrauwen heb je ook nog een extra kapje, zeg maar, ik zal het zo maar noemen. Die klik je erover en dan kan je netjes je wenkbrauwen op één lengte trimmen. Een lange kant en een korte kant zijn er. Het tweede kopstuk dat je erbij krijgt is deze. En zoals jullie kunnen zien is die iets groter. En die kan je bijvoorbeeld gebruiken voor bij je oksels of je bikinilijn om daar alles netjes bij te trimmen. Nu, dit is de kortste stand. En ook daar krijg je weer twee van die opzetstukjes bij om een lengte te kunnen bepalen. En die klik je daar dan ook gewoon over. En daar heb je dus twee lengtes van. En dan als laatste heb je ook nog een klein borsteltje dat je eventjes alles netjes kan afborstelen na elk gebruik. Je kan hem onder de douche gebruiken, wat dat heel fijn is. En er zit een leuk opbergzakje bij, zodat je alles gewoon netjes bij elkaar kan houden. Aangezien het toch wel veel kleine onderdelen zijn. Maar dus deze gebruik ik tegenwoordig voor mijn wenkbrauwen. Super handig en super snel. Ik zal misschien eventjes demonstreren hoe ik dat doe. Hij werkt trouwens op één batterijtje, maar die krijg je in de originele verpakking er wel bij. Dus het eerste batterijtje krijg je erbij. Super fijn, dus deze. Ik ga beginnen met het midden van mijn wenkbrauwen netjes te doen. En daarvoor gebruik ik de grote kant, dus ik tilt hem naar links voor mij. Gewoon één keer op het knopje duwen en één keer opduwen om het uit te zetten. Het is gewoon één stand. Oké, en dan ga ik aan de slag met het kleine stukje. Dus de haartjes waar ik vanaf wil, die zijn weg. En dan de volgende stap is eigenlijk om met het trimmertje alle haartjes even lang te gaan maken. Nu, ik gebruik hem op de langste stand. Je kan hem ook gewoon korter doen als je zegt ik wil mijn haartjes korter. Maar ik heb ze liever iets langer, dat ik ze toch nog een beetje mooier in model krijg. Maar dat is natuurlijk gewoon persoonlijke voorkeur als jij zegt ik heb ze liever iets korter. No problemo. Dus dat neem je zo. Dus dat heeft gewoon mijn mega snelle wenkbrauwroutine met de Veet Sensitive Precision Beauty Styler. Echt een heel fijn apparaatje. Linkje staat hier uiteraard onder in de beschrijving. Oké, wenkbrauwen zijn gedaan en dan is het tijd voor make-up. Ik doe mijn haar eventjes met een speldje naar achter. En het eerste wat ik ga doen is natuurlijk mijn huid verzorgen en daarvoor gebruik ik twee productjes. Namelijk een serum van Kiehl's en de SOS Primer van Clarins. Het zijn eigenlijk twee heel gelijkaardige producten in textuur. Maar de Powerful Strength Concentrate van Kiehl's bevat superveel vitamine C, wat dan natuurlijk echt mega goed is als kickstart voor je huid. En de SOS Primer van Clarins zorgt voor echt een heel mooi highlight, een mooie natuurlijke highlight en dat is echt een super mooie basis voor je make-up. Dus dat doe ik nu altijd gewoon om die extra glow te krijgen overdag. Dus wat ik dan eigenlijk doe, is ik neem twee pompjes van het Kiehl's Concentrate en één pompje van het Clarins product en die meng ik dan netjes doorheen mijn handen. En aangezien dat ze echt gewoon ongeveer dezelfde textuur hebben, breng dat gewoon enorm fijn aan en dan laat ik dan een beetje intrekken. Als mijn basis een beetje is ingetrokken, breng ik uiteraard foundation aan. Deze is van Lancôme, de Teint Idole Ultra Wear. En ik heb deze in kleur 02. Echt een heel fijne foundation. Daar gebruik ik ongeveer anderhalf pompje van. En dan blend ik deze gewoon mooi in met mijn
Beauty Sponge van Real Techniques, die trouwens echt dringend aan vervanging toe is. Maar ik had gehoord dat ze die nu tegenwoordig bij Kruidvat ook verkopen, dus top! Mijn dagelijkse make-up routine is trouwens niet super spectaculair of heel uitgebreid, aangezien ik 's morgens maar een beperkte tijd heb om me klaar te maken. Dus afhankelijk of ik 's avonds nog een event heb of zo na het werk, of dat er iets specialer die dag is, maak ik misschien mijn ogen wel iets meer op. Maar de basis blijft altijd wel zo goed als hetzelfde. Aangezien ik een flawless huidje altijd wel fan vind. De foundation is mooi ingeblend en dan vervolgens ga ik aan de slag met concealer. En daar tegenwoordig gebruik ik er twee voor. Als eerste de concealer die eigenlijk bij de foundation hoort. De Tint Idol Ultra Wear. Deze heet 25 Beige. En die breng ik eigenlijk aan op de puntjes die het nodig hebben. Dus buisje of iets dat ik wil wegwerken. En dan gebruik ik de All Nighter Concealer van Urban Decay, aangezien die iets witter is. En die gebruik ik onder mijn ogen om daar een beetje te highlighten. Maar ik merk wel, met deze, met de All Nighter Concealer, moet je echt wel oog of plekje per plekje werken als je hem ook ergens anders gebruikt. Ik gebruik hem nu enkel onder mijn ogen. En als ik echt wel een plekje heb waarvan ik denk van, oh, oh, dat moet echt weggewerkt, dan ga ik hem ook wel echt ergens anders gebruiken, aangezien dat hij heel, heel dekkend is. Maar hij klemt zich echt bijna meteen vast op je huid, dus ga niet eerst alles aanstippen en dan uitblenden. Nee, werk echt plekje per plekje, want anders klemt hij zich helemaal vast. En dat is eigenlijk ook gewoon het doel van die concealer. Het feit dat hij heel de nacht blijft zitten, zogezegd all nighter. En hij blijft ook wel echt gewoon de hele dag heel goed zitten. En dan met de concealer van Lancôme stip ik mijn andere puntjes aan. Ik heb hier op mijn voorhoofd twee puntjes. Ik heb een visje in de pan gelegd. De olie uit die pan is in mijn gezicht gespat. Dus ik ben nu echt elke avond super goed bezig met die teken zelf. Aangezien dat gewoon echt weer midden in mijn gezicht is. Echt weer typisch. En deze kan je wel gewoon in één keer aanbrengen en dan gewoon uitblenden. Dat is geen enkel probleem. Dat zit allemaal goed ingeblend en dan ga ik het zetten met een poeder. Ik gebruik daar echt gewoon de goedkoopste poeder voor die ik kan vinden, aangezien ik daar best wel veel gebruik. Dus de Mattifying Compact Powder van Essence. En als ik weet dat ik een heel lange dag heb, ga ik baken. Dus dan plet ik gewoon een beetje poeder met de achterkant van mijn kwast en dan breng ik die met een vochtige beauty blender aan. En dan laat ik dat 10 minuutjes intrekken en dan blend ik dat mooi uit. Maar als het gewoon een normale dag is, doe ik dat niet. Dan breng ik gewoon aan met mijn kwast. En dan gebruik ik gewoon de grote poederkwast voor van Real Techniques. En ik dab tegenwoordig graag met mijn kwasten. Ik weet niet, vroeger draaide ik altijd, maar nu tegenwoordig vind ik dabben wel handig. Voilà, de basis is klaar. En dan over naar de ogen. Daar hou ik het altijd heel simpel. Maar ik vind het toch tegenwoordig fijn om een klein beetje iets te doen. Dus daarvoor gebruik ik het Naked 3 palet van Urban Decay. En dan met name de kleur Nooner. En dan vaak nog een iets kleiner highlighter kleurtje, namelijk Dust. Dus Nooner breng ik een beetje aan in de crease van mijn oog en dan Dust gewoon over het bewegend ooglid. En dan onderaan breng ik vaak nog een lijntje aan met Dark Side. En dan vaak als ik denk dat ik een te hard randje hier heb, neem ik eventjes mijn blending kwast. En dan ga ik gewoon eventjes dit kleine randje hier. Dus eigenlijk is het dat echt gewoon puur. Dit is echt gewoon mijn dagelijkse oogschaduw, schmiegel. Dat wil ik dan toch wel eens weten van jullie. Als jullie één product nog maar mochten gebruiken voor altijd, wat zou dat dan zijn? Voor mij zou dat denk ik mascara zijn. Ik denk, ik heb best wel lichte wimpers. Alhoewel, de puntjes van mijn wimpers zijn best wel licht. Die zijn redelijk blond. Waardoor dat het lijkt alsof ze korter zijn dan ze eigenlijk zijn. Ik denk, door mascara aan te brengen, verandert mijn blik best wel heel erg. Dus ik denk dat het voor mij mascara zou zijn. Wat zou het voor jullie zijn? Ik denk dat heel veel mensen zo foundation of highlighter of zo gaan zeggen. Ben ik benieuwd naar. Laat maar weten bij de comments. En dan aan de slag met mascara uiteraard. Ik ga best wel snel door mascara's tegenwoordig, aangezien dat ik er enorm veel binnenkrijg. En ik het fijn vind om verschillende mascara's te testen. Dus nu ben ik er eentje aan het testen van Lancôme. Best wel wat Lancôme producten in deze video. Dat is niet bewust gedaan eigenlijk. Het is de Grandiose Extreme. En het leuke aan deze mascara is eigenlijk het steeltje. Is in een speciale boging gemaakt. In een soort krulling gemaakt. Waardoor dat je hem eigenlijk, als je bijvoorbeeld aan deze kant de onderste wimpertjes, gaat dit weg van je gezicht en maak je niet zo vlekken. Hoewel dat ik dat echt gewoon wel blijf doen. Ik ben iemand die echt elke dag, letterlijk elke dag, met een oorstokje nog de restjes mascara moet weghalen, aangezien ik hier zo gesmost heb of aan de binnenkant van mijn ogen of gewoon op mijn ooglid.
Maar het geeft echt wel een heel mooie lengte. Bouw hem dan een beetje op in een paar laagjes. Waardoor je dan ook weer meer volume krijgt. En dan uiteraard de onderste wimpertjes ook niet vergeten. En dan voor de ogen eigenlijk iets wat ik vroeger als tiener, als ik net begon met make-up al deed. En dat ik eigenlijk weer mee begonnen ben. Ik gewoon met een zwart oogpotloodje de bovenkant langs de binnenkant van mijn ooglid een beetje bij donker maken, eigenlijk zwart maken. En dan geen eyeliner meer. Ik ben tegenwoordig een beetje van de eyeliner af. Voilà. En dan als laatste met zo'n schuin afgesneden oogschaduwkwastje, ook van Real Techniques, gebruik ik de kleur Dark Side. Echt de op één na donkerste kleur in het Naked 3 palet. En dan breng ik die gewoon hieronder een beetje aan. Zo. Verder met de wenkbrauwen. Wat betreft de wenkbrauwen gebruik ik nog steeds deze. Het is de Brow Artist Kit van L'Oréal Paris. Er zitten eigenlijk twee texturen in, een poeder en een gel. Ik gebruik eigenlijk puur de poeder en je krijgt er ook een klein pincetje bij. Dus perfect. Ik gebruik ook gewoon het kwastje dat mee in het setje zit. En dan vul ik eigenlijk gewoon een beetje mijn wenkbrauwen op. Gewoon iets donkerder maak ik ze. Vind ik gewoon iets meer bij mijn haar aanzet passen. Aangezien ik eigenlijk van mezelf echt wel heel heel donker blond ben. Bijna bruin. Maar het is eigenlijk zo van het heel koude bruin. Daar zit niet zo heel veel warmte in bij mij. Dus ik denk niet dat ik daardoor heel snel terug zou gaan naar mijn natuurlijke haarkleur. Gewoon omdat het best wel cool is en ik al heel bleek ben van huidskleur. En ik ben ook gewoon al zo lang als ik me kan herinneren blond. Dus ik zou wel gewoon niet meer weten hoe ik zou staan met mijn echte haarkleur. Super raar eigenlijk. Hè? En doordat mijn haartjes eigenlijk allemaal even lang zijn gemaakt met een Veet Sensitive Precision, kan ik ze echt gewoon heel gemakkelijk bijvullen. En kan ik kijken van oké, waar is het nodig dat ik een beetje poeder aanbreng? Dan kan ik ze gewoon iets mooier bijtekenen. En dan zijn er eigenlijk nog maar drie productjes over die ik gebruik. Namelijk een bronzer. En dit is er eentje van Guerlain. Die gebruik ik ook al een hele tijd. Het is de Terracotta. Van de Terracotta collectie. Ik denk dat ze daar elke zomer mee uitkomen. Want dat echt elke zomer hun zomercollectie is. Dat is echt gewoon een supermooi paletje met drie kleuren. Het is eigenlijk een Sun Trio heet het. En die breng ik gewoon aan. Zoals dat jullie hebben al duizend keer zien doen. Maar dit is echt iets dat zou ik echt niet meer zonder kunnen. Een beetje langs de zijkant van mijn neus. En dan over naar blush en highlighter. Ik gebruik voor deze blush een paletje van Guerlain. Dat is de Guerlain Rose in 1. Dat ziet er zo uit. Het zijn twee kleurtjes. Maar ik doe gewoon een klein beetje van de twee. Niet te veel. Gewoon met een schuin kwastje. Dan breng ik dan een beetje hier aan. Als ik merk dat alles nog een beetje moet geblend worden, passeer ik gewoon nog eens met mijn grote kwast. En dan als laatste gebruik ik een highlighter van Be Creative Makeup. En mijn potje is laatst kapot gevallen. Zeg maar het glaasje of het plasticje van het deksel is losgeraakt van de rest. Maar dit is de 001 Baked Highlighter en deze geeft zo'n mooi effect. Die breng ik ook gewoon een beetje hier aan. Een beetje op mijn neus. Zo. En dan mijn lip een beetje. En dit is dan mijn dagelijkse make-up routine. Meestal is dit de routine die ik doe als ik gewoon uit werken ga. Of als ik gewoon ergens naartoe moet of zo. Dat het niet al te speciaal moet. En als het iets specialer moet, dan gebruik ik misschien iets dekkendere producten. En iets meer bij de ogen. Maar dit is over het algemeen wat ik tegenwoordig doe. En welke producten ik daarvoor gebruik. Dus ik hoop al sinds dat jullie het leuk vonden. Doe zeker een thumbs up als jullie dit soort video's leuk vinden. Daaraan kan ik zien dat jullie dit soort content tof vinden. Alle linkjes naar de producten kunnen jullie uiteraard weer vinden in de beschrijving hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye!